Speciaal tijdens de Kinderboekenweek 2022 lezen conducteurs, machinisten en veiligheid en servicemedewerkers van NS voor aan basisschoolkinderen in heel Nederland. En ook in Zwolle, bij basisschool Het Speelwerk in Holtenbroek. De Nederlandse Spoorwegen is de grote sponsor van de Kinderboekenweek. En er werd een uitvraag gedaan waarom of iemand wou voorlezen. En dat vond ik een leuk initiatief, dus ik heb me opgegeven. En het Speelwerk heeft me uitgenodigd. Ben je een goede voorlezer? Ik hou van lezen en ik hou van kinderen. En voorlezen heb ik in het verleden wel gedaan aan mijn eigen kinderen. En ik heb ook in het onderwijs vroeger gewerkt voordat ik bij de NS werkte. Dus ja, ik vond het een mooie combinatie. Alles en iedereen moest hoger, sneller, verder, groter, mooier, meer. Echte sjeestijd. In de sjeestijd was iedereen voortdurend in beweging. Sjeestijd. Nergens geen tijd voor dus. Gelukkig hebben ze dat wel bij SBO Het Speelwerk. Want daar wordt volop voor gelezen aan de kinderen. Ja, de kinderen houden van voorlezen. Als je een goed boek hebt en ze zitten er goed in, dan vinden de kinderen het heerlijk. Ja, ja. En, wat is dan op gemiddelde voorleestijd die jullie hanteren bijvoorbeeld? Hoe lang we voorlezen? We proberen in ieder geval wel een half uur per dag voor te lezen. En veel aandacht te hebben voor boeken. Dus dat is ook boekpromotie, praten over boeken, praten over wat we gelezen hebben. Daar zijn we ook, besteden we ook veel tijd aan. Okay. Het is deze week Kinderboekenweek. Wordt er veel voorgelezen deze week op school? Ja, best veel. Best veel. Wat leest er je voor op deze week? De dierenambulance en we gaan elke dag voorlezen. De dierenambulance. Wat doet de dierenambulance allemaal dan? Die brengt dieren op die ziek zijn of aangereden zijn of zo. Best wel een beetje zielig, maar ook wel goed werk, denk ik, hè? Ja. Ja, precies. Hey, wat is jouw favoriete boek deze week? Ik denk dan wel Oom Onkruid. Oom Onkruid? Waar gaat Oom Onkruid over? Over een oom die heel veel van de natuur houdt en een eigen regenwoud in zijn tuin heeft. Wauw, dat is gaaf. Dat wil ik eigenlijk ook wel. Ja, ik ook. Ja. Heb jij een regenwoud in je eigen tuin? Nee. Nee? Heb je wel plantjes in de tuin? Jawel, best veel. En word je nou thuis ook heel veel voorgelezen? Nee, niet echt. Ik lees zelf. Je leest zelf? Wauw, dat vond ik vroeger ook altijd hartstikke leuk. En wat voor boek lees je thuis zelf dan? Heel veel boeken. Ik lees meest ook Het Leven van de Loser en De Zoete Zusjes. Ja. Dat vind ik leuke boeken. Ja, precies. Dat zijn ook inderdaad leuke boeken. Iedere dag even lezen of voorgelezen worden. En vandaag was dat dus met de hoofdconducteur uit Zwolle die voorlas uit het boek Egalus. Het boek is Egalus en dat gaat over een egel. En dat gaat natuurlijk over de natuur. Maar ook wel over de gesjeesde tijd die we tegenwoordig hebben. Dus ik hoop dat de kinderen het boek zo interpreteren van dat de natuur mooi is. Maar ook dat je tijd moet nemen voor de natuur. En dat je de spullen moet opruimen. Want dat is ook een heel erg belangrijk. Zie je dat? En op een koude dag kon hij de rommel niet meer dragen.